verkiezingen in maart trad een nieuw college aan en de gemeenteraad veranderde. Maar wie zijn al deze nieuwe personages bij ons in de Bredase politiek? Welkom bij Stads-RV. We zitten hier in de kleine trouwzaal, het oude stadhuis, met Christine de Moor van het CDA. Nieuw raadslid bij ons in de raad in Breda. Heeft u bepaalde passies in het leven? Ik ben zelf opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, mm-hmm. in Hulst. En mijn moeder kwam hier vandaan, uit Gilsen, maar Breda, daar woonde tante. Mijn peettante woonde in Breda. Ja, Breda was voor mij gewoon de plek waar ik wilde zijn. Daarna ging ik studeren. En toen heb ik het even met puberbrein nog gehaald om naar Italië te gaan en naar Milaan te gaan studeren. En dat was ook eigenlijk in mijn kan en kruiken. Maar dat vonden mijn ouders nou niet zo'n goed idee. En toen ben ik naar Tilburg gaan studeren. En eigenlijk binnen het jaar zat ik in Breda natuurlijk. Ja. Toen heb ik iemand ontmoet die in Breda woonde. Toen dacht ik, ja, nou kom ik echt in Breda terecht. En dus mijn twee zonen die hebben Breda in het paspoort staan. Kijk. En toen ben ik gevraagd om gaan les te geven op een school in Den Bosch. Wat nu tegenwoordig praktijkonderwijs heet. Maar de voorganger ervan. Ja, en dan kom je met mensen, met die jongeren in aanraking. Ja, die had ik eigenlijk nog nooit, ja dat klinkt heel raar, maar nog nooit meegemaakt in mijn omgeving. Drankenproblemen, heel veel mishandelingen. Ik wist het bestaan er niet vanaf. Er ging de wereld open. En dat er een Somalisch meisje op een gegeven moment op het einde van het schooljaar, het eerste jaar dat ik les gaf daar. En die zei tegen mij, Nederland is heel erg anders dan bij ons Somalië. En toen dacht ik van, ja natuurlijk, zand, weet ik het allemaal, dat hebben wij in Nederland niet. En toen zei ik van, nou ja, hoe bedoel je hoe het anders in Somalië? Ja, zegt ze, bij ons gaat iedereen studeren, hier niemand. Hm. Ze was 19 jaar, woonde net 2 jaar in Nederland. Haar moeder was in Somalië oogarts en haar vader was wiskundige professor. Die zijn toen moeten vluchten, et cetera. Zij komt op zo'n school terecht. Zij woont daar in die wijken daar ook, in Sertogenbos. Ja, waar eigenlijk niemand gaat studeren. En vanuit die school gaat ook niemand studeren. Dat was eigenlijk de laatste opleiding. Ja. En dat is toen zo ongelooflijk binnengekomen ook van, oh ja, zo kan het dus ook zijn. Hele slimme meiden ben ik daar tegengekomen ook, die gewoon geen kans kregen om te ontwikkelen. Omdat die woonden in een huis vol met verslaafden. Krijg er nog kippenvel van. Dan kom je bij verhalen terecht. En dat was ik helemaal niet gewend. En dan denk ik van, oh, dan wil ik voor iedereen die je dan tegenkomt weer een mooi en goed leven geven zoals ik het ook heb gehad. En vandaar de gemeenteraad. En vandaar de politiek. De politiek. Dat kan nu met de decentralisatie. Hebben we als gemeente, ja, kunnen we op dit vlak ook veel meer betekenen. Ja, als we kijken naar, waar gaat u zich inzetten de komende paar jaar? Wat politiek gezien, nou, wat zijn voor u de belangrijkste thema's? Nou, een heel belangrijk thema is voor mij dus de veiligheid. Dat iedere Bredana hier gewoon het gevoel wat ik met Breda heb, altijd heb gehad, nu nog steeds, dat iedereen dat ook kan hebben. En dan bedoel ik ook juist, dat gaat niet om de veiligheid dat iemand op struik of stenen wordt. Maar deze jongeren of mensen die niet de kansen krijgen. Die roepende in de woestijn zijn. Hè, dat noemen ze met een mooi woord de NETEN. Not in education, employment or training. We hebben gezien de afgelopen jaren waar dat toe kan leiden. Kijk maar naar Stockholm, Brussel, Parijs, etc. Als jouw leven toch al gedoemd is te mislukken. En dat maakt het voor ons allemaal niet zo veilig en niet zo leefbaar, hè? De drugsoverlast, et cetera, komt ook ergens vandaan. Dan ga ik me niet inzetten op de drugsoverlast, maar meer op hoe het komt. Ja, sociale veiligheid misschien. De sociale, dat mensen de kans krijgen. En wij moeten ook gaan omdenken. Hoe kunnen we zorgen dat we iedereen weer daar het gevoel hebben kunnen geven dat ze ertoe doen, dat ze meedoen. Ook die ouderen die geen werk meer hebben. Die gepensioneerd zijn, die eenzaam zijn. Dan zeggen ze, oh, ze zijn alleen, want ze hebben. Nee, ze zijn alleen omdat ze niet meer mee kunnen doen. Als jij niet durft te vragen. Ik heb het zelf trouwens ook. Ik ben ook nog nooit met de trein mee geweest, niet. Want ik schaam me bijna kapot om te vragen van, hoe moet ik dat gaan doen met zo'n chipkaart? Ja. En zo zijn ouderen die heel veel zaken niet meer doen, omdat ze niet weten hoe het werkt. Ze hebben kennis, ze hebben kunnen, maar ze,
ze kunnen er niks mee, ja. Omdat er aan hen niet gevraagd wordt. We geven hen zorg van, oh, dan ben je niet alleen. Hier heb je een vrijwilliger die jouw koffie komt drinken. Ja. Maar misschien willen zij, zij hebben ook capaciteiten, zet dat in. Dus dat is dat omdenken. Ja. En dan, ja, als je ergens loopt en iedereen lacht, dat is toch mooi? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Nou, en dat zou mooi zijn. Kijk. Ik ben Arjen van Drunen, 24 jaar en fractievoorzitter van de PvdA hier in Breda. Ja. Ik zag dat communicatie, dat is wel je ding volgens mij. Absoluut. Ik heb eerst een bachelor sociologie gedaan aan de Universiteit van Tilburg. En toen heb ik daarna een master communicatie gedaan ook aan de Universiteit van Tilburg. Oké, okay. En nu werk je bij een communicatiebureau? Ja, ja. Hey, en wat is je passie? Mijn passie is sport. En wat ik daarin heel erg terugvind is zeg maar het maximale uit jezelf halen. Maar ook jezelf gewoon lekker in het zweet werken en even je hoofd op nul. Ik zag dat je iets met wielrennen hebt. Is dat de sport waar je het over hebt? Het is niet hetgeen wat ik bij heb, maar wel... Nou, laat zien. Wat heb je bij? Ik heb mijn medaille bij van de halve marathon hier in Breda bij de singelloop van afgelopen jaar. En welke tijd? Nou, dat is niet om over naar huis te schrijven, maar het was 2 uur, 15 minuten en 53 seconden. En is nu lopen je ding geworden? Nee, eigenlijk niet. Ik vind wielrennen nog steeds de leukste sport, maar ik vind het eigenlijk des te knapper dat het me gelukt is om de halve marathon te lopen. Want bij wielrennen gaat het me makkelijk af en bij hardlopen is dat voor mij een stuk moeilijker. En wat neem jij mee van je passie nu in je raadswerk? Nou, vooral de drive. In sport heb je heel erg, als je het super graag wil en er echt voor gaat, dan kan het. Dus als het gaat over wat ik wil bereiken, is dat iedereen, ongeacht de plek waar je wieg staat, uiteindelijk kan bereiken wat hij of zij wil. Wat zij wil, ja. Hey, en ik zag dat je ook presentator van Spraakvermaak bent. Dat is een talkshow, wel een hoog, hè, er komen grote gasten. Dat doe je al lang of daar ben je nu mee begonnen? Heb ik nu 3 jaar gedaan. En dat is gewoon hartstikke leuk, want normaal als politicus zit je altijd op de stoel dat je de antwoorden geeft en net doet of je de waarheid in pacht hebt. Overigens is niets minder waar, maar je probeert te doen alsof. En het helpt heel erg, dit vind ik gewoon heel erg leuk. En 7 keer per jaar presenteer ik Spraakvermaak en dan zit ik eigenlijk aan die kant. En dan probeer je juist weer in te leven in de ander. En dat helpt me ook weer in het politieke werk, terwijl gelijkertijd in het politieke werk helpt me weer heel erg. In het werk voor de gesprek. Ja, want jij bent ook naast raadslid fractievoorzitter, een jonge fractievoorzitter. En hoe verhoudt zich dat met je passie, met die sport en iets willen doen wat je... Wat ik in het fractievoorzitterschap heel erg een uitdaging vind, en het zal nog moeten blijken of dat ik daarin luk, want ik ben echt pas net begonnen als fractievoorzitter, is teams smeden. Het is eigenlijk net als met sport, je moet echt zorgen dat je een team smeedt. Ben je meer de coach of ben je meer de technisch directeur? Of wat is je rol? Om even maar in sport, ik zit nu in de voetbalterm, daar voel je. Nee, coach dan wel. Het liefst de juiste vragen stellend aan mijn fractiegenoten. En dat daarna fractiegenoten zelf tot conclusies komen. Maar ik wil niet degene, de belerende coach zijn die zegt, die kant gaan we op. Met en ook niet de directieve... Nee, absoluut niet. Zou ook niet werken. Ik denk dat ze me uitlachen. Ik ben de jongste van de fractie. En dan die vervolgens als een soort van klein dictatortje gaat zeggen hoe het moet. Nou, als ik ergens wars van ben, is het dat wel. Dus nee, coachend proberen het team vooruit te helpen. Maar ook echt als speler van het team... Die ook alles doet, net zoals alle andere spelers. Nou, ik sta hier aan de Nieuwe Haven met Daan Kwaars, op dit moment wethouder voor de VVD. Ja, we hebben deze bijzondere plek namens jou uitgekozen. Ja. Ik vind het geweldig om hier te zijn. Ik ben een Breda's jongetje. Mijn opa werkte bij de veiling. Mijn vader werkte bij de woningbouwvereniging en ik heb hier zeg maar, mijn lagere school gehad, een middelbare school. En dat is ook de goede tijd zeg maar, die ik had in Jansen. Toen kon ik nog op vrijdagmiddag ging ik al naar Jansen toe. Ja. En dan kreeg ik 10 euro mee van mijn vader, of 10 gulden was dat toen nog. Hè? En die zei dan, nou Daan, hier heb je 10 gulden en kopen vooral 10 bier voor in Jansen. Maar doe dat in Jansen, ga niet naar de haven. Want ja, die was toen nog dicht, hè, lag een parkeergarage, werd drugs gedeeld. Ja. Zeiden, ja, dat moet je gewoon niet zijn hè, bij die taxis en die drugsdealers. Je moet echt een Jansen je biertje opdrinken. Ja, dat heb ik natuurlijk altijd gedaan.
Maar de reden waarom we hier ook staan aan die haven, zeg maar, is omdat de wereld verandert. En dat vind ik juist zo mooi aan die lokale politiek en die rol en die functie die ik nu mag vervullen, is dat je Breda mag veranderen. En inmiddels, mijn kinderen zijn nog niet zo oud hè, dat ze aan het bieren kunnen. Maar ik weet zeker nu al dat als mijn kinderen straks 18 zijn, dan geef ik ze 10 euro. En dan zeg ik tegen ze, weet je wat, ga naar Jansen en koop 10 bier. Maar als ik jou was, zou ik doorlopen naar de haven, want daar is het eigenlijk veel gezelliger met die terrasjes. Ja, als je dat voor je stad kan doen, als je dat soort gebieden kan ontwikkelen, ja, dat vind ik fantastisch. Vandaar ook zeg maar, dat we hier staan. Ja. Nog even los van het gegeven dat ik 4 jaar boven Jans heb gewoond. Kijk, ja. Hoe kwam dat dan? Ja, nou ja, ik ben in Tilburg gaan studeren. Ja. Tilburg is een fantastische studentenstad, hè? Maar ja, ik zal er geen Bredaarse grappen over maken, om het zo maar te zeggen. Maar na 2,5 jaar zat ik nog steeds in dat Bredaarse leven en kwam er een kamer bij boven Jansen. Ja. Ja, dan hoef je niet heel lang af te wegen of je dat wil of niet. Dus ja, zo ben ik daar beland. Kijk ik naar de persoon, Daan, dan zie ik voor mij een raadslid wat vaak redelijk gemakkelijk over dingen sprak. En ja, niet alles te formeel oppakte, maar dat werd op een soms wat luchtige manier besproken. Is dat ook de positie die u aanneemt in uw wethouderschap? Ja, absoluut. Kijk, waar ik heilig van overtuigd ben, is dat je met elkaar in gesprek moet zijn. En, mijn vader zei altijd, om maar weer over mijn vader te hebben, dat was een hele mooie spreuk, zeg maar. Die zei, ja, je hebt 2 oren en 1 mond en in die verhouding moet je ze ook gebruiken. En dat betekent dus 2 keer zoveel luisteren als dat je zelf praat. Nou ja, dat is in dit interview niet helemaal de verhouding, hè. Maar zo probeer ik wel die politiek te doen. En ik spring op mijn fiets, ik ga naar mensen toe. Ook als het een niet leuk gesprek is, hè, want die heb ik de afgelopen 3 maanden ook al gehad. Ja. Maar juist er naartoe gaan, een kop koffie erbij en vragen van wat zou de oplossing kunnen zijn voor uw probleem. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja, en zijn er dan ook concrete acties of veranderingen die je nu al kunt terugkoppelen aan buurtbewoners? Of dat, Nee, op het moment dat je een klein probleem hebt en een simpele oplossing, vind ik dat we dat meteen moeten doen. Ja. Ja, we lopen hier op de haven natuurlijk, waar ik net al even over vertelde. Hè. Eerste ondergrondse parkeergarage van Nederland was dit, hè, toen die aangelegd werd. Maar ja, voor mij is het natuurlijk fantastisch om te constateren dat verhaal wat ik daar straks vertelde, dat we hier zo kunnen lopen. We lopen lekker in de zon, er zitten terrasjes links en rechts. Het was nogal een klus om dit te doen, hè, om het aan te leggen. Want ja, je graaft ook in gebied waar je niet zomaar de grond in kan. Nee. Maar ja, het is allemaal gelukt en dat is fantastisch. De inspiratie komt ook nog ergens anders vandaan, geloof ik. Ja, absoluut. Uit dit boek. Ik vertelde je net al even over mijn vader, hè, met de 2 oren en 1 mond. Luisteren. En zo probeer ik de politiek ook te doen. Hè. Ik ben eigenlijk een triple O-politicus. Overleggen en oplossingen zoeken. Die oplossingen zoeken die komt eigenlijk uit dit boek. De edele kunst van Not Giving a Fuck. Waarin de schrijver Mark Manson eigenlijk zegt, ja, er is niks mooiers dan het hebben van een probleem. Want de enige manier om gelukkig te worden is als je dat probleem oplost. En het mooie van de oplossing is dat je waarschijnlijk 2 nieuwe problemen creëert. Ja. Nou, als je die cirkel doordenkt, hè, ja, dan is het wethouderschap fantastisch. Want de een na de andere problematiek komt natuurlijk op je bureau. Soms wat groter, soms wat kleiner. Maar ik word er zelf wel gelukkig van als ik steeds weer een oplossing heb gevonden voor de problematiek. Als we een beetje kijken naar de toekomst, waar zou je Breda nog willen zien? Sport en evenementen is natuurlijk een portefeuille waarmee ik veel op straat ben, hè, veel leuke dingen doe. Als het gaat om de echte uitdaging, dus echt het serieuze werk, dan zit die natuurlijk in die woningen die we moeten bouwen. Ja. En daar zet ik echt mijn tanden in. Ja. Ja. Ja, je kunt er gewoon tussendoor. Oké. Ja hoor. Ja, ik hou gewoon mijn mond nu. En succes. Wat vindt u het meest uitdagende element in uw portefeuille? Dat is eigenlijk wel de digitalisering. Ja, hoe gaan we daar nou mee om, hè, met die grote veranderingen? Een blockchain, een virtual reality, augmented reality. Ja, dat zijn toch dingen die we kunnen gebruiken, maar waar we ook alert op moeten zijn als het gaat om veiligheid van onze maatschappij. Dus dat is wel de grootste uitdaging en misschien ook wel de leukste die ik op ons af zie komen. Ja, ja. De leukste in welk opzicht? Nou ja, je kan digitalisering ook gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld sport in de openbare ruimte. Ja, als je dat kan combineren met digitalisering, ja, dan haal je het beste uit allebei. En dan worden we nog sportief ook. Nou. Ja. 2 vliegen in 1 klap. 2 vliegen in 1 klap.